Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 11 mei en het is nu 9:30. Ik ben nu even aan het ontbijten, want ik ga zo meteen weer bijles geven. En morgen begint ook mijn stage weer. Dus het gaat weer een normale week worden. Eindelijk. In ieder geval, ik heb me net klaargemaakt. Ik ga dit even opeten en dan ga ik daarna even verder vertellen, want anders wordt het koud. En dan is het niet meer zo lekker. Oké, mijn ontbijt is op. En ik ga zo dus bijles geven. En vanaf... Wacht, ik ga even die kast er dicht doen. Ik kan er niet zo goed in. En vanaf morgen ga ik weer stage lopen. In groep 7. Eerst liep ik alleen maar stage op dinsdag. Maar doordat ik heel veel stagedagen heb gemist. Doordat de basisscholen dicht waren. Ga ik nu ook op donderdag stage lopen. Dus 2 keer per week stage. En... ik dacht, het is een goed idee om mijn agenda er even bij te pakken. En ik doe hem open. En ik heb er sinds 30 maart niet meer in gekeken. Dus dat bewijst wel dat ik echt helemaal niks heb gedaan. In ieder geval, ik ga dus vanaf nu wat meer online les krijgen. Dus dat ga ik er ook in zetten. En bijles geven vanavond lekker skileren. Het is wel een beetje slecht weer, dus ik moet even kijken. En ik moet ook werken van 5 tot 8. Dus dat... drukke planning. Een paar leuke pakketjes besteld die binnenkomen. Ook voor mijn kamer. Wat ik jullie helaas nog niet kan laten zien. Maar het wordt echt een hele leuke video. En ja, dat dus. Ik ga het nu even mijn agenda schrijven. Ga ik wachten tot het eerste kindje er is voor bijles. En dan zien jullie mij daarna weer. Nou, en welke hebben we nog meer nodig? Even kijken, wat is dit? Het bijlesgeven is helemaal klaar en ik moet nog een opdrachtje doen voor school. En ik dacht, het is wel leuk om die te laten zien. Want die was ik namelijk vergeten te maken. Wat we namelijk moeten doen is dat we... ik ben helemaal buiten adem, even wachten. We moeten nadenken over wat we in de quarantaine hebben gedaan, hoe je daaraan terugdenkt. En we hebben een glazen pot en die moet je daarmee vullen. En daarbij moet je ook een spraakopname doen die omschrijft wat jij dus allemaal hebt gedaan. Dus ik dacht, het is wel leuk dat ik heb natuurlijk mijn kamer veranderd. Dat ik daar iets mee doe. Dus wat ik erin ga doen is... een kwast kan ik erin doen, want ik heb mijn muur natuurlijk geverfd. En ik doe er een kaarsje in en een bloemetje. Gewoon een beetje zulke dingen. En ik zal het dus eventjes laten zien. Oké, dus ik heb deze glazen pot. Dan heb ik hier het kleurtje van mijn muur. Die staat op de achterkant, want anders kunnen jullie al zien welke kleur het is. Een bloemetje, een kwast. Een... kaarsje die erin gaat. Een sponsje van het schoonmaken. Zo. En nog allemaal andere kleurtjes. Ik ga nu mijn werkkleding aandoen. Dan ga ik heel snel naar werk toe. Want ik ben al een beetje laat. En na werk ga ik snel skileren. Dus dat is denk ik het volgende wat jullie gaan zien. Als ik niet vergeet iets te filmen. Ik erger me echt dood aan mijn haar. Want ik vind het echt geen mooie kleur op dit moment. Maar ja, maakt niet uit. Ik moet even kijken wat ik ermee ga doen. Ik moet in ieder geval een afspraak bij de kapper maken, maar eerst mijn nagels. Wat zie ik eruit? Oké, ik ben met C. Oké, wij zijn nu aan het skileren. En het was net zo koud. En nu zijn we aan het skileren en is het echt heel heet. We moeten hier vanaf. Mijn jas kapot. Wat? Mijn jas kapot. Echt? Ja, ik hoorde zo. Oké, dus wij gaan weer verder. Oké, ik ben terug van skileren en er is een pakketje van de Douglas binnengekomen. Die ga ik morgen openmaken, het is best wel donker. En het is ook al best wel laat. Ik heb morgen dus weer voor de eerste keer stage. En ja, ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig als ik erover nadenk. Ik moet ook eigenlijk echt mijn haar wassen. Ga ik morgenochtend dan doen. Ook al moet ik er natuurlijk heel vroeg zijn, ga ik het alsnog morgenochtend doen. Dus morgen weer eerste dag in groep 7. Ik ga taal geven, spelling, knutselen en... wat nog meer? Oh ja, dictée.
een werkwoordspelling. Oké, ik ga nu mijn make-up eraf halen en dan zien jullie mij morgen weer. Dus dat. Mijn wenkbrauwen zijn nog steeds echt heel donker. Het is vandaag dinsdag 11 mei, volgens mij. En ik ga vandaag voor het eerst thuis lopen. Ik heb net gedoucht, mijn haar is nog nat. Ik moet ook echt bijna weg. Ik heb net snel mijn make-up gedaan. En ik wilde even snel dit pakketje unboxen. Want daar zit toch maar één dingetje in. Ook niet zo heel bijzonder. Maar ik heb dus zo weer stage. Echt na 2 maanden of zo. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Ik heb deze poeder gekocht van NYX. De Can't Stop, Won't Stop. Nou, geen idee. Ik ga morgen wel even proberen. Ik ga in ieder geval nu naar stage. Dan kan ik dus niks filmen. Maar dan zien jullie mij na stage weer. Het is inmiddels 5:30. Ik ben echt pas een half uurtje terug van stage. En het was echt super leuk om iedereen weer te zien. Nou ja, de helft van de klas. Donderdag de andere helft. Maar het was in ieder geval heel erg leuk. Mijn lessen gingen wat minder helaas. Want ik moest echt weer heel eventjes inkomen. Alleen ik geef donderdag voor de andere helft van de klas weer dezelfde lessen. Dus dan kan ik het gewoon verbeteren. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik had nu wel een beetje zo van... Ja, ik weet gewoon dat ik beter kan. En dat vind ik gewoon heel vervelend. Maar het is nu gebeurd, dus ik moet het ook accepteren. Ik ga in mijn bed nu eindelijk de vlog editen. Want die moest eigenlijk al 2 dagen geleden online zijn. Sorry daarvoor, maar ik had het gewoon even druk. Geen tijd om te editen. En ja, dat dus. Ik ga vanavond even skileren weer. Volgens mij de 3e of 4e dag achter elkaar. Dus dat is ook goed. Maar nu even lekker in bed editen en YouTube video's kijken. Oké, ik ben terug van het skileren en het is inmiddels al 9:50. Best wel goed bezig met skileren, niet met gezond eten. Daar moet ook nog wat aan veranderen. En ik kreeg voor het eten echt een superleuk pakketje. Toen dacht ik wil het opnemen als ik goed licht heb. Maar op zich is dit ook wel prima licht en ik wil het gewoon nu openmaken. Ik heb namelijk wat besteld bij Perry Sport. En daar kan je onderhand, daar kan je bijvoorbeeld sportkleding en zo bestellen. En ik had echt een heel leuk trainingspak gezien. Alleen, het is dus wel een jongens trainingspak. Dus ik moet even kijken met de maat. Ik vond het heel lastig in te schatten. Maar anders bestel ik het gewoon opnieuw. En ik heb dus ook echt een hele leuke kleur. En hij is van het merk Vida. Oké, ik ga dat laten zien. Als eerst is dit trui. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Hij was €39,99. En ik heb hem in de maat XS. Omdat het dus een jongensmaat is. En volgens mij valt dat dus iets groter. Maar ik moet even kijken. Want ik wil ook niet dat het heel klein zit. Dus ik moet gewoon even kijken hoe het eruit ziet. Ja. Nou, dit is de kleur. En het is echt een hele mooie kleur groen. Een beetje ook naar blauw toe. En ik vind het gewoon altijd heel erg leuk bij mij staan. En volgens mij heb ik eigenlijk wel precies de goede maat. Ik ga hem zo meteen ook aandoen. En hier staat dan Vida, want hij is van het merk Vida. Dit is hem. Zo. En ze noemen het gewoon de kleur groen. Green. In de maat XS. En ik wil wel dat het pak een beetje oversized valt, maar ook weer niet te erg. En daarbij heb ik ook de bijpassende broek. En dit vond ik al helemaal lastig om in te schatten. Dus dit heb ik maar wel in een S besteld. Omdat ik wel best wel wat dikke bovenbenen heb. Dus ik vond het lastig om in te schatten. En deze heb ik dus in de maat S. En deze is €34,99. En ik ben blij dat ik hem in de maat S heb besteld, denk ik. En nou ja, ik vind het gewoon echt geweldig, zo'n pak. Ik weet niet of ik het echt mee naar buiten aan zou doen. Maar die stof is echt geweldig. En ze hadden hem ook nog in andere kleuren. Dus ik ga hem even passen. Ik hoop dat het licht een beetje oké is. Ik dacht ik laat eerst de broek zien. Dus ik heb er nu even sport bij aan. Want dan kan je het wat beter zien hoe het zit. Nou, het zit dus echt geweldig. De stof is echt heel erg lekker en hij sluit precies goed aan. Hij zit niet super los om mijn benen, maar ik heb ook wel wat dikkere bovenbenen. Zo, ik heb ook wel wat dikkere bovenbenen, maar hij zit echt perfect. Ik heb hem dus in een maat S. En hij is ook niet te lang, heel klein beetje, maar dit zit gewoon echt prima. En ik vind de kleur echt geweldig. Ik ga nu de trui erbij aandoen.
Maar zo kan je het wat beter zien. Anders dan valt die trui er natuurlijk overheen. Oké, ik heb nu ook de trui aan. En deze is dus in een maat XS. Hij zit wel wat strakker hier. Alleen hier zit hij best wel los. Want ja, ik heb gewoon niet een hele lange romp. Ik vind hem wel echt, echt geweldig. Alleen ik twijfel dus. Ik weet nou niet of ik die trui groter moet nemen. Want dit zit best los. Ik weet het niet. Of ik moet het gewoon zo laten. Nou ja, ik vind het gewoon echt een hele leuke trui. En ik vind de kleuren ook heel erg leuk. Dus hier ben ik echt super blij mee. Het is vandaag woensdag en ik heb vanochtend al geskielerd. Daarom ben ik best wel rood. Ik heb ook geen foundation op, daar had ik niet zo zin in. En ik moet zo meteen 1,5 uur bijles geven en dan ben ik de hele dag vrij. Ga ik even wat dingetjes doen. Ik ga me nu eventjes omkleden naar een normale outfit. En ik kan er ieder moment zijn om bijles te geven. En ik ben echt blij dat ik weer het heb gedaan. Ik zie ook echt verschil, ook al ga ik echt een beetje te veel achter elkaar. Ik vind skileren gewoon echt fijn om te doen. Veel beter dan hardlopen en andere dingen. Ik wil wel echt nieuwe skileren, maar ze zijn echt overal uitverkocht. Ik ga me even omkleden en dan zien jullie mij na de bijles. Het is inmiddels al wat later. Ik heb geluncht, bijles gegeven. Ik weet even niet meer wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Ik heb me omgekleed en ik ga nu even wat boodschappen doen. Ik moet van mijn moeder iets bij de Plus halen. Ik moet bij de Dirk. Zijn nu de Ben & Jerry's 1 euro vandaag. Dus ik dacht, dat is lekker om te halen. Ik heb me even omgekleed. Wat ik aan heb is deze trui van Nike. Deze is niet echt... Volgens mij is deze niet meer te koop. Volgens mij was het een soort limited edition. Maar ik weet het ook niet zeker. Ik heb zo'n rode huid als ik geen foundation op heb. Ik ga in ieder geval met mijn moeders auto. Dus ik zal jullie gewoon lekker meenemen. En dan... daarna moet ik ook nog iets voor school doen. Oké, ik zit in de auto van mijn moeder. Want ik ging even een stukje rijden. En ik had even zin om in haar auto te rijden. Ik sta nu bij de Sligo, want ik had beloofd wat dingetjes te halen. Dus dat ga ik nu doen. Alleen, ja, die winkel is ook echt zo groot. Het is echt bizar. En daarna ga ik even verder een stukje rijden. En dan ga ik nog iets anders halen voor mijn moeder. En ik wilde dus die Ben & Jerry's halen bij de Dirk. Die waren vanochtend al uitverkocht. Dus dat is een beetje stom. Mijn vader appte net als er een pakketje is. Dus die ga ik ook ophalen. Dus ja, gewoon een beetje niks doen eigenlijk. Ja, dus ik ga nu weg. Oké, ik heb heel veel boodschapjes gedaan. En er was ook nog een pakketje bij mijn vader gekomen. Dus ik dacht, die ga ik maar gelijk even ophalen. Heb ik dat ook gedaan. Ik zal zo meteen even laten zien wat ik heb gekocht. En ik heb dus een pakketje van Zalando. Want ik heb namelijk nieuwe schoenen gekocht. En ik twijfel heel erg. Want ik wil dus heel graag nieuwe witte schoenen. Want ik heb dus nu bijvoorbeeld... Ik zal even laten zien. Ik heb dus nu mijn Superga's aan. Maar die zijn best wel vies. En ik heb dus van die Nike Air Force One. Alleen die zijn dus ook best wel vies. En nou ja, ik had dus vroeger van die Puma's. En dat werden op een gegeven moment mijn uitgaansschoenen. Die zien er echt niet meer uit. Zo, het is echt nog erger dan ik dacht. En toen zag ik ze dus weer bij Zalando. Toen dacht ik, ja, ik vond ze wel altijd heel erg leuk. Dus waarom bestel ik ze niet nieuw? En die hebben ook niet zoveel mensen. Want die Air Force One heeft echt iedereen. Dus ik dacht, dan bestel ik die Puma's opnieuw. En ik had die toen met een goud detail. En nu zijn ze met een zilver detail. Namelijk deze. En deze zitten heel erg lekker. En ze hebben dus een dikkere zool, ook dan die andere. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ze waren ook helemaal niet heel duur. Volgens mij waren ze 70 euro. En toppie. Ja. Heel erg blij mee. Ja, deze ga ik denk ik wel houden. Ik ga ze even passen en dan kunnen jullie ze gelijk zien. Ik heb er dus nu één aan. Je ziet wel hoe wit ze nu zijn. En ik vind ze heel erg leuk. Ik weet niet, misschien onder deze broek niet zo leuk. En nu twijfel ik weer. Daarnet dacht ik helemaal ja, 100% ja. Nou ja, ik neem zo even mee naar mijn moeder en dan vraag ik het ook even aan haar. Ze zitten wel heel goed, dus dat is prima. Oké, ik ben nu dus helemaal thuis. En ik heb deze snoepjes gekocht.
En dit zijn echt mijn lievelingssnoepjes. Zijn zo lekker. Dus als je die nog niet kent, ga ze een keer proberen. Oh, ik ben gewoon weer helemaal buiten aan van de trap. Ik ga in ieder geval nu even aan stage werken. En dan dat eigenlijk. Ik heb net lekker gegeten. Ik heb me even omgekleed. Ik heb dit blouseje aan. Broek van Naked. Topje van de Zara. Blouseje van de H&M. Ja. En ik word nu opgehaald. Want we gaan even Temptation kijken. Zoals elke week. Standaard traditie. Kan de camera hierop? Ja. Ik moet even mijn telefoon in de gaten houden. Ja. Morgen heb ik weer stage. Ik denk dat ik morgen dit aan ga doen naar stage. Ik moet even kijken of ik dit nou zo wil. Of... ja, ik denk dat ik morgen dit aan ga doen naar stage. Ik moet nog even kijken. Ik doe even mijn ring om en dan kan echt ieder moment worden opgehaald. En zal ik die al in doen? Huppakee. En de laatste tijd. Ik moet echt meer moeite doen om mezelf aan te kleden. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Volgens mij hebben jullie die grijze en die zwarte trui al 1000 keer voorbij zien komen. Omdat ik die gewoon letterlijk elke dag aan heb. Ik heb er ook 2. Die zijn van de H&M. Zit echt super lekker. En ik wil dus ook dat trainingspak aandoen. Van Villa. Alleen, ik denk dat ik toch... ik heb nu eerst nog even wat andere kleuren besteld. En ook andere soorten. Want je had dus ook een hoodie. Die vond ik ook heel erg leuk. Klopt het nou? En... oh ja, zo. Dus ik dacht, dan kijk ik gewoon eerst wat ik het leukst vind. En dan doe ik de rest weg. Ja, ik ga mijn schoenen aandoen. En dan zien jullie mij zo meteen bij IJs. Het is vandaag donderdag. De hele dag is al bijna voorbij. Het is namelijk 16:45. Ik ben net terug van stage. En het ging echt veel beter dan dinsdag. Dus daar ben ik echt super blij mee. En ik heb dit outfitje aan van gisteravond. Het was gisteravond ook super gezellig. Ik heb niks gefilmd. Ik had wel mijn camera mee. Sorry, maar we gingen gewoon Temptation kijken. Voor de rest, ik moet straks werken. Over een uur. Dus ik moet ook nog even opschieten. Alleen... ja, dat dus. Morgen ga ik eindelijk mijn nagels laten doen. Ik denk dat ik dat echt heel vaak heb gezegd. En ik heb dus een nieuw pakketje. Het is er echt elke keer heel snel. Maar ik had dus dat pak besteld van Villa. Ik erger me aan dat mijn kast open staat. Nou ja, maakt niet uit. Alleen, ik twijfel dus een beetje over die trui. Want ik vind die trui... ik vind de kleuren heel leuk hoor. Maar ik weet niet of ik het model van de trui leuk vind. En toen zag ik hem ook in het blauw. En ik vind blauw ook heel erg leuk. Toen dacht ik, ik bestel die hoodie in het blauw. Want ik ga er dan gewoon 1 terugsturen. Moet ik even kijken. Ze hebben het ook nog in het roze. In ieder geval, het is namelijk dus niet... want er net, eerst had ik gewoon alleen een trui. En nu heb ik echt met capuchon. Zo, in deze blauwe kleur. Het is eigenlijk niet echt babyblauw. Het leek meer op de foto babyblauw. Maar dat maakt niet uit. Deze trui. En de broek is dan wel hetzelfde. De broek is 34 en de trui is volgens mij 39. Zo. En dit is dan de broek. En ik heb het dus nu allebei in een S. Want ik vond die andere trui niet heel erg mooi zitten. Deze. En ik ga deze denk ik even nawerken, even aandoen om aan jullie te laten zien. Heel erg blij mee. Echt een leuke kleur. Ik vind dat groen eigenlijk mooier. Of vind ik het niet mooier? Ik weet het nog niet zo goed. Dus die moet ik even passen. Ik ben nu even snel een tosti aan het maken. Want ik had heel weinig gegeten op school. En dan daarna ga ik even wat ga ik doen. Even YouTube video's kijken voordat ik moet werken. Ik ben terug van werk. En ik heb dat trainingspak even aangedaan. Ik had zo'n paar dagen geleden die groene aan. En ik was er niet helemaal over uit over die hoodie. Of nou ja, het was niet eens een hoodie. Gewoon trui. Nou, de broek zit weer gewoon perfect. Dat is gewoon een S. En deze vind ik dus nu weer een beetje te groot. Maar ik vind het wel minder storend, omdat hij zo'n zak heeft. En ik vind het geheel wel heel leuk. Alleen nu twijfel ik, want ik vind eigenlijk groen ook heel erg leuk. Dus ik moet echt even kijken wat ik nou wil. Of is dit nu gewoon te groot? Ik weet het niet. Het komt gewoon omdat het een jongenstrui is. Ik moet ook niet zo zeuren. Zo, maar hij is gewoon eigenlijk net iets te groot. Ik had hier een XS van gemoeten. Terwijl die andere trui in de XS net iets te klein was. Ja,
Ik denk dat ik hem wel ga houden. Of ik moet die groene en dan een XS doen. Struggles. Ik weet het echt niet. Het is vandaag vrijdag. Ik heb me zo erg verslapen. Ik moet over 10 minuten op stage zijn. Ik heb heel snel mascara en dingen opgaan. Maar ik wil dus mijn haar wassen. Het is zo vet. Dat ga ik dus na school even doen. Vanmiddag mijn nagels laten doen. Ik moet nog make-up over mogen halen. En ik zie nu echt dat mijn concealer heel wit is. Maar ja, voor deze keer maakt het even niet uit. Terwijl het wel 02 is. Dat is best donker. Ik ga even dit snel weghalen. En dan ga ik naar stage. Zien jullie mij na stage? Ik ben terug van stage. En ik was vanochtend nog net op tijd. Daardoor is mijn haar dus nu niet gewassen. Het is zo vet. Oh mijn god. Het is echt niet normaal vet. Wat ik ga doen is mijn nagellak afhalen. Ik ga mijn nagels laten doen. Daarna douchen. Het kunnen gewoon echt frituren in mijn haar. En ik had natuurlijk die trainingspakken besteld van Villa. En ik ga er eentje terugbrengen en de ander houden. Dus dat ga ik zo meteen ook even doen. En ik weet niet of ik de enige ben, maar ik weet echt niet wat ik met mijn nagels wil. Ik vind zoveel dingen leuk. En ook heel veel dingen heel lelijk hoor. Maar ik weet het niet. Ik heb ook altijd mijn nagels rechthoekig gedaan. Heet dat zo? Vierkant. Vierkant denk ik. En ik denk nu, ja, misschien wil ik ze wel een beetje rond. Ik was niet puntig, maar een beetje rond. Ik weet het nog niet. En ik wil dus eigenlijk een beetje tussen een kleur tussen bruin en roze in. Maar ik wil niet dat het te bruin is. En ik wil ook niet dat het te roze is. Dus ja. Eigenlijk weet ik wel wat ik wil. Maar het komt nooit in. Ja, ik weet het niet. In ieder geval, ik ga nog even één YouTube video kijken. Dan ga ik richting de nagelstudio. Dan ga ik mijn nagels laten doen. En daarna ga ik dus die pakketjes terugbrengen. Dit is before. Daar worden we niet gelukkig van. En zo meteen zien jullie after. Ik heb mijn nagels net laten doen. En ik ben er echt heel erg blij mee. Misschien wilde ik ze wel iets roze. Maar ik heb deze kleur zelf uitgekozen. Ik vind ze nu misschien iets te paars. Maar soms is dat echt heel erg lastig in te schatten. Zeker op die foto. Dus, maar ik ben er wel echt heel erg blij mee. En ik ben zo blij dat ik weer nagels heb. En dat het gewoon goed voelt. Nou, ik ga nu even die pakketjes terugbrengen. Want ik was dan toch in de buurt. Dus ik dacht, dan doe ik dat ook gelijk. Die pakketjes liggen achterin. Dus dat ga ik ook gelijk doen. En, oh, dit is wel handig. Gaat het dicht? Nee. Oké, dus dat ga ik gelijk even doen. En ja, ik kan er niet stoppen om er naar te kijken in ieder geval. Het is inmiddels alweer wat later. Ik heb net avond gegeten en ik ben weer bij mijn vader. Ik heb gedoucht, want mijn haar was zo vet. Het lijkt gelijk gewoon twee tinten lichter. En toen kwam ik hier en toen had ik een pakketje van Naked. Dus ik dacht, laat ik dat maar even zien. Ik heb me omgekleed. Echt als ik mijn haar heb gewassen. Ik snap niet waarom ik het zo had uitgesteld. Ik vind het gewoon vervelend. En ik ga zo meteen nu even een drankje doen met Vols en Floor. En we moeten ook nog even één ding afmaken voor school. Dus dan gaan we dat ook gelijk doen. Maar ik dacht, ik laat eerst even de spulletjes van Naked zien. Dat is ook wel leuk voor jullie. En ik heb deze keer wat andere dingen besteld dan normaal. Dit precies online komt. Want ik wil eigenlijk dus dit pakketje alleen unboxen als de kortingscode ook echt geldig is. Oké, ik heb net het stukje video opgenomen van de Naked Items. En ja, ik ga nog niet helemaal alles laten zien omdat de kortingscode nog niet geldig is. Maar zo een beetje een sneak peek. En het zijn hele andere dingen dan jullie van mij gewend zijn. Dus als je benieuwd bent, zeker mijn vlogs kijken. Oké, het is vandaag. Is dit het eerste wat ik film? Ja. Ik had alleen die dingen gefilmd voor Naked, maar dat wil ik er nog niet in zetten. Het is vandaag zaterdag en ik ben met Eva en wij gaan foto's maken. Zin in. En ik heb Eva haar haar gekruld. Ja. Hele mooie golven hebben we gemaakt. Zie wel dat de ene kant iets meer gekruld is dan de andere kant. Oké. We gaan nu even naar de stad om foto's te maken. En dan... wat zit hier nou? Er zit een oorbel bij mijn AirPods. What the fuck? Oké, nou, wij gaan even foto's maken. En heb jij al gegeten? Ja, maar ik kan nog wel meer eten hoor. Zeg dat niet. Oké, wij gaan.
Nee, dat moet je daar naartoe bellen en dan kan je het daar ophalen. Oké, ik ben met Eve en we waren net even een paar foto's maken. En toen hadden we besloten dat we nog niks hadden gegeten en we nu maar bij de McDonald's zijn. Kan echt niet. Kan echt niet. En we gaan dus straks... Oh, we moeten ook nog die dingen uit elkaar halen voor de cocktails. Ja. We gaan twee cocktails maken. Twee verschillende. Auw. Het leven zonder uitgaan. Wie is dat? Oh, zo, mijn haar zit lekker wild. Oké, we hebben Mackie gegeten en we hebben even drank gehaald. En we zagen dit leuke pakket. En dit was goedkoper als je hem los dan los. Eigenlijk best raar. Dat dat dan goedkoper is. Maar niemand kijkt natuurlijk naar die dingen. Nee. Je kon hem hartstikke mooi openmaken, dit sukkeltje. Nou, boeien. Hoe heet het ook weer? Gewoon Peachtree. En er zit een heel mooi glas bij. Wat wil je nog meer? Nou, het is best wel prima glas. Laat ik hem nu kapot vallen. En dit. Zat er nog iets in? Zo. Het ruikt wel heel lekker. 20% is nog best veel. Oh ja, toch? Dat is inderdaad best wel veel. Is dit je ding? Ja, maar... Hij is op. Oh, hij is op. Ja, nou, er zit nog wel in hoor. En anders ligt hier een backup. Ah. Een backup. Gebruik jij nog die ene shampoo die zo'n... Oké. Oké, we zijn dus met Gino. Zie je dat? Mag er maar. Oh, dit is echt zielig. Doe de deur maar open. Maar wat is er met hem? Ja, hij wil gewoon naar buiten. Kan hij nu zelf uit? Ja. Toch niet, denk ik. Maar ik kan het niet. Hoe heet het? Even en ik waren thuis, maar we hadden echt nog geen trek. Dus we dachten, we gaan even een rondje lopen. Nou, Gino. Hij ziet helemaal niks en hij zit alweer te blaffen. Oh, we hadden hier, zullen we hier één TikTok opnemen? Ja, is goed. Welke dan? De creepy, als je hier weer s'avonds af bent. Ja, dat is heel eng. Oh, ik kan best wel een leuke foto in dit pak maken. Ja. Zeg maar, alleen ik vind het niet zo leuk met die oorbellen. Zie je niet. Zie je niet. Maar het is wel echt een leuke, je auto is ook leuk met die foto in je auto met dat pak. Hier op. Oh, het is golden hour. Oké, Eve en ik gaan even foto's maken. Oh, zo. Oh, kom maar, Jean. Sorry. Okay. Hij is gelijk helemaal bang voor mij. Oké, zie je dat? Meiden, wat zijn we aan het doen? Oh! Oh, het ging er overheen. Gaat mis. En we komen. We beginnen met 30 milliliter vodka. Want telkens 30, oké. Oké. Niks 18. 3 centiliter. Is dat ja, goed zo. Perfect. Dat kun je zo met allemaal goede shots doen. Dat moet dan 3 keer. Oh, sorry, ik zit echt in de weg. Nee, ik loop in mijn eigen weg. Best wel veel, toch? Ja, best wel heel. Het is behoorlijk wat. Ik vind het spannend dat je dat ding niet vasthoudt. Kan je even niet mee bemoeien? Sorry, baas. En dan komt er nu ook nog liqueur bij, hè? Is 3 centiliter echt 30 milliliter? Ja, pap, 3 centiliter is toch 30 milliliter? Ja. Juf Janet heeft het goed hier. Iedereen denkt dat ik nu al zonken ben. Ben je ook toch? Ook weer 30. 30. Echt heel veel. Dat is echt heel veel. Nee, dat is echt heel veel. Deze fles bijna leeg. Oh, even, ja. Gooi hem in. Hij is niet scherp. Wauw. Echt lekker. Wat is het? Cranberry sap. Oké. Dat is echt zo. 30? Nee, nog iets meer. Of moet die als laatst? Boeien. Ja, ik denk dat het als laatst moet. Sinaasappelsap eigenlijk eerst, denk ik. Ja.
Maar dan doe je hier de sinaasappelsap. Expert heeft een fout gemaakt. Nee, we hebben hier toch nog één. Ja, maar dat is 90 milliliter. Ja, ja, kan ook wel. Kan toch twee keer? Ja, kan. Of ik doe, nee, ja, maar je kunt het ook hierin doen, toch? Ja, maar het is net eronder. Dat is niet nauwkeurig. Hier, dit is milliliter. Oh ja, ik doe gewoon 3 keer 3. Dan doen we eerst de sinaasappelsap. No pulp. Ja, dat wilde ik. Ze wilde geen vruchtvlees. Geen vruchtvlees. Oké, dat is ook niet heel lekker. Nee, nee. Doe gewoon 50 en dan... Oké. Niet 3 keer 3? Nee. Niet normaal. En dan kan je die erbij doen. En dan doe je nog 30, nee, want anders 30 joh. Bij. Oh. Je hebt niet opgelet, Amber. Het spijt me. Moet het allemaal gevuld nee, worden? Het... Ja, hoezo zei jij dat het minder was? Dat klopt dan niet. Wow. Hoe kan dat? Pretty. Ja, dan klopt het precies. Nou, zullen we... Het is maar geleden. Proost. Op. Proost. Proost. Op. Proost. Op Temptation Island. Nee, op ons gezondheid. Ik wil met een nummerietje. Wist dat niet de bedoeling? Wat? Nee, dat kan. Droppen jullie op... Hij is wel best sterk, hoor. Droppen jullie op Mallorca dan zonder rietje? Nee, maar in een wijnglas. Ja, ja, het kan wel. We doen het wel allemaal. Dan nou, je... ik wil even roeren. Nu okay. Proef ik alleen gewoon. Oké, okay, dan moeten we... Oh. Dan hebben we allemaal een eigen kleur. Ja, is goed. Ik heb roze. Meer maar... Geel. Oranje.